Oké, staat hij aan? It's working? Ja, yeah, it's working. Oké. I want to welcome you all on this train. We're going to explore Tilburg today by train. Hier aan jullie linkerkant zien jullie een bos, de third largest tower of the Netherlands. En dat is de highest one of the province Brabant. Het ziet er nog heel mooi uit. Of vind ik het zelf? En ik dacht aan het treintje door Tilburg, dacht ik, ja, waar moeten ze in vredesnaam heen? Nou, ik ook. Tilburg is prachtig. Ja, je moet er zelf bij lachen. Ja, zeker. Dus ik was benieuwd en ik ben blij dat ik het heb gedaan. En ik heb zelf kunnen ontdekken wat voor verborgen pareltjes de stad heeft en hoe mooi Tilburg kan zijn. Ja, prachtig. Hier voor jullie neus zien we nu de begraafplaats van Tilburg. En deze ligt hier dus in het centrum. Ja, in ieder geval vandaag rijdt het in ieder geval eenmalig. En wat we in de toekomst gaan doen, ja, dat durf ik niet te zeggen. Als het een groot succes is, zoals nu wel, is gebleken. 11 mensen zaten erin. 11 mensen zaten erin. En we hebben 11 mensen een hele toffe tour gehad. En die hebben Tilburg van een hele mooie kant mogen bekijken. En je merkt gewoon, mensen zijn echt enthousiast. Alleen echt op zijn Tilburgs, eerst even afwachten. Even kijken hoe het is. En als het dan leuk blijkt te zijn, dan komen we de volgende keer zeker mee. Dus nu is het toch gewoon rustig? Het is wel druk, rustig. En dit bos is groter dan het bos van Amsterdam en het Bologne in Parijs. Dus het is een hele grote. Ja, yeah, thank you. Bye bye.